Tuurlijk, die bitch heeft weer innards out, jongen. Het is dat ik niet dood ben, anders had ik weer echt gescholden. Net als die paar afleveringen geleden. Hallo kijkers van Shine Sprites. Welkom bij de allerlaatste aflevering van de Pokémon Ultra Moon. Avatar Lock, Randomizer, gebeuren met Sander van Gaming SB. Waarom kan ik met de laatste aflevering de intro niet goed doen? Dit is wel triest. Nee, ik moest ook even een traantje wegpinken hoor. Helemaal niet erg. We doen heel even team recap. Daarmee gaan we de Elite 4 in doen. We gaan ze zeg maar allebei gewoon de eerste doen. Dan wachten we op elkaar voor de tweede. En zo gaan we door naar de laatste. Als we dat halen, want als je de vorige serie hebt gezien. Spoiler, als je het niet hebt gezien. Dan gingen we dood tijdens de Elite 4. Ik ga heel even... En ik wil maar één ding zeggen. Ja. Mijn stem is kut. Dus als ik dingen doe zoals... Dat komt er niet uit. Zoals je al hoorde, ik deed een hele hoge wat ik normaal wel kan. Kan ik nu niet. Ik weet ook niet wat er aan de hand is. Stem is kut. Oké. Nou, goed dat de kijkers dat weten. We gaan heel veel team recapje doen. Ja, ik ga het doen met een Ferrothorn. Stakely, de Ferrothorn. Getsy, de Golisopod. Porygon Zimon, de Porygon Z. Die is geniaal. Toppen. Nou. Hippie de Hippowdon, Sonic de Togedemaru en Mama K de Kangaskhan. Oké, dan heb ik Octopussy de Tentacruel, Shining de Palkia, IJsbeer de IJsbeer, Beertik ook wel, Kerstboom de Sceptile, Volcarona de Volcarona en Tuinslang de Gyarados. Oh, Sander, jouw team is zoveel... Jij hebt echt gewoon echt een goed team. Mag ik iets verklappen? Nou? Ik hou van mijn team. Ja, dat snap ik. Je hebt echt een fucking goed team. Oh mijn god. Deze zou zo mijn team kunnen zijn, zeg maar. In een normale playthrough, zonder restricties. Ja. Behalve dat je letterlijk... Ja, ik zou niet... Ja, Palkia en Gyarados is misschien een beetje overdreven. Je hebt twee woorden types. Ja, en ik zou Palkia meestal niet gebruiken omdat het een legendary is, maar in deze serie natuurlijk wel. Ook niet in een gewone Nuzlocke? Ik doe bijna geen gewone Nuzlocke. Als ik doe namelijk mijn eerste playthrough is altijd casual en daar gebruik ik meestal geen legendaris. Maar ik gebruik meestal bij mijn eerste casual playthrough Pokémon's uit de regio, zeg maar, van de game. Als je snapt wat ik bedoel. Ja, fair enough. Doe ik ook wel vaak. Ik heb het bij Sword and Shield ook gedaan. Ja. Volgens mij, alleen technisch gezien, had ik een Zigzagoon en een Linoon. Ja, maar die Obstagoon die is wel gewoon... Obstagoon werkt natuurlijk uiteindelijk en dat is wel... En ik tel regional variants sowieso bij... Ja, oké. Ja. Oh, ik kan me deze Elite 4 helemaal niet meer herinneren, joh. Ja, ik wel. Het ziet er heel erg uit als de Sun and Moon Elite 4. Ja, precies. Maar die kon ik me dus ook niet meer herinneren. Welke doen we eerst? Gewoon van links naar rechts? Zeg het maar. Laten we van links naar rechts doen. Dan beginnen we met de Steel. Dan moet ik heel even kijken. Dan is het wel nieuw, want ik weet wel Steel. Dan heb je... Wat is super effective tegen Steel? Behalve vuur? Geen idee. Steel. Ground. Ah, Ground. Oh ja. Want ik heb geen Fight en geen Fire. Ik kan me echt niet herinneren dat er een Steel... Nee, die kunnen goed veranderd zijn, hoor. Die kunnen goed veranderd zijn. Ja, dat zal dan wel. Deze gozer zegt me ook niet heel veel, moet ik zeggen. Dat is Molaine, die altijd bij Sofaquiz en Trials staat. Ja, oké, maar niet als in een Elite 4 member. Ah, oké. Mijn brein is echt zo van, oké, wat is de typing in Oh in mijn god, ik ben echt dom. Het is een randomized. Dus ze zijn natuurlijk helemaal niet... heb ik ook wel echt een aantal keer gehad dat ik helemaal zat, oké, als we nou die voorop zetten, want deze gym is water, oké. Dan hebben we deze gym zo dood. En toen... Oh ja, wacht. Zo werkt dat niet. Nee. Oké, de eerste was bij mij Togepi. Easy kill.
Wajo. Ik heb Totem Togedemaru trouwens gevangen. Ah. Dan was ik even vergeten dat die Totem Size was. Ja, tja. Daar zit je dan mooi met. Een Alola Graveler. Oh, ik deed... Sander? Wat is die? Sander, ik ben nu al een Pokémon kwijt. Nee. Bij de eerste Pokémon. Oh ja, dat klopt ook. In Sun and Moon is het fighting. Je hebt, nou, je vecht Hala twee keer. Eén keer als Sun and, of Elite 4 en één keer als ja. Grand Trial. Dat klopt, ja. Dat had ik wel kunnen weten. Alola Graveler. Is dat Electric Rock? Graveler zou kunnen. Golem is Electric Steel, geloof ik. Maar je had gehoord dat ik dus al een Pokémon kwijt was? Ja, welke eigenlijk? Die Togedemaru. Oh. Bij de ik eerste Pokémon. Ik weet niet Pokémon. Meer wat je team was, bij... maar volgens mij was dat de slechtste. Nou, maar hij had wel elektrische aanvallen. Die ben ik nu kwijt. Oh, ja, dat is wel minder. Stone Edge, nee! Ik ben mijn Fire-type kwijt. Oef. Oh mijn god. Het gaat al goed, Sander. Dit wordt weer net als met Omega Ruby en Alpha Sapphire, ben ik bang. Nee. Dit was zo zonde. Ik dacht Steel Type, dan kan het wel, maar hij heeft natuurlijk gewoon ja, een Rock Type move. En die is keer 4, hè, op vol corona. Yep. Illumise, wat is dat, Bug? Ja. Ja. Machtige hyena. Ja. We doen het gewoon met zo'n Palkia. Ken je die? Wow, yo, dat deed veel... Oh, dat was een crit, ik wou wel zeggen. Zo'n Palkia ken ik wel, ja. Ja. Dat was van die Shining Pearl en Brilliant Diamond. Ah, ja, die. Nee, die ken ik wel. Heb je die al gespeeld? Nee. Nou, dit vind ik echt belachelijk. Hij is niet eens... Nou, en hij noemt zichzelf een Pokémon Master. Maar Sander, die game is nog niet uit als deze aflevering uitkomt. Ook niet als deze aflevering uitkomt? Nee. Shit. Dan werkt mijn grap niet, hey. Not fair. Nee. Oh! Ik bedenk me net, weet je nog dat je zei van, hey yo, koop even heel veel van die Full Restores? Heb je dat niet gedaan? Nope. What? Sander. Oh. Ik ben het compleet vergeten. Toen dacht ik aan het team. Ja. Yeah. Hoe heet het? Aan het team levelen. Mm-hmm. Dus. Damn it. Daarom ben ik het vergeten. Wie gaat het best een Solabie? Ik denk haast Kerstbo. De Grovyle. De Sceptile bedoel ik. Solarbeam doet niet te veel pijn, please. Dank je. Octillery. Oeh, deze gozer met zijn Mega Venusaur. Ik vind hem niet chill. Mega Venusaur, oef. Yep. Een Zapcannon? Nee! Ah, ik miste de Zapcannon. Dat is lelijk. Dat kun je wel zeggen. Kom op, Porygon Zemon. Je kan het. Deze gozer. Een Lampent. Oké. Daar heb ik wel wat voor. Daar heb ik 3 Pokémon voor. Ik heb ook nog Octopussy. Dat is ook een Water-type. Hé, hey, ik heb net... Oh nee, Octillery is toch Octopussy, of niet? Nee, Tentacruel. Oh ja. Ik moest het tegen Octillery, daarom. Nee, ik niet. Yo, Lampunt is neer. Bits. Dat is heel ziek. Ik moet alleen die Venusaur nog. Wacht, ik heb gewoon een Ice-type. Ja. Oh, wacht, die heb ik zo net ook ingezet. Ik dacht al, waarom doe ik zo moeilijk? Maar die had ik zo net ook ingezet.
Ik heb de eerste verslagen. Yo, rustig, gozer. Ja, ik ben nog beter. Ik wacht netjes op jou. Lavinosaur, doe Icicle Crash. Nee. Hij doet zo'n Flower Store. Nee. Ja, je hoort het echt heel goed. Als ik van die dingen doe dan. Maar dan heb ik nog één ultieme vraag, Sander. Nou. Wat gebeurt er als je Kaboom doet? Kaboom! Die kan ik wel weer. Gelukkig. Want gisteren ook echt. Ik ben eigenlijk altijd gewend als ik hier alleen op mijn kamer zit en ik heb muziek aan. Ja. Dan ga ik gewoon automatisch meezingen. Ja. Want boeien, ik ben toch alleen. Mm-hmm. Dat was gisteren zo verkrekt. Want ja, ik kon amper zingen met mijn stem. Ik denk, als ik gisteren een kaboompje had gedaan, dat het niet goed was gekomen. Ah. Ik kan vandaag echt wel weer meer dan gisteren. Dus ik hoop dat het zo langzaamaan beter gaat. Ja. Maar ik heb zo'n Elite 4 verslagen. Oké, nou dan moeten we maar naar de tweede Elite 4 gaan. Ik wil even kijken. Ik heb 22 max potions. Oké, nou dan kom je ook al een heel eind mee. En een max. Een max voor 5. Dan kan ik dingetje. Aha, wat ben je een grappige jongen. We doen zonder revives, what the fuck, gozer. Zeg dat dan even eerder. Oh, ja, sorry. Deze man, hè. De volgende is Olivia. Ze heet toch Olivia, volgens mij wel. Ja. Deze ken ik wel van Omega Sun. Oh. Nee. Wajo? Ik zei ook Omega, toen dacht ik, what the fuck? What the fuck zeg ik nou weer? Denk jij? Dat is een hele, hele, hele leuke vraag, vind ik. Denk jij dat er ooit Unova of Alola remakes komen? Ja, zeker. Zolang Pokémon geld kan maken, blijven er gewoon Pokémon dus games komen. Nee? Waarom denk je niet? Nou kijk, Unova is al geremaked in Unova 2. Ja, maar Black, dat is BM, maar dat is hetzelfde als Emerald. Dus, dat is hetzelfde als Emerald. Vraag ik me af. Want Sword and Shield heeft ook geen Emerald. Oh ja, wacht, die heeft de Expansion Pass. Ja, maar Sword and Shield heeft ook geen Z. Maar nee, wel daarom. Omega Ruby. Maar ja, daarom dus. Ik denk echt wel dat die uiteindelijk gewoon geremaked gaan worden, hoor. Het gaat dus wel. Ik denk dat het 2030 is voordat de eerstvolgende remake komt. En dat is geen grap, dat denk ik echt. Nee, denk niet. Ik denk. Kijk, weet je wat ik denk? Ik denk dat ze gewoon een foutje hebben gemaakt. Dat ze eigenlijk hoe heet het? Alola, dat ze toen eigenlijk dachten van ja, we moeten de Gen 4 remakes maken. Maar dat ze toen dachten, wacht, er komt een Switch aan. Iedereen is zo hyped, waarom wachten we niet eventjes? Ik denk dat dat is gebeurd. Nee, ik denk echt wel dat er remakes gaan komen, want mensen gaan dat ook verwachten, zeg maar. Ja. Ik denk wel echt dat het gebeurt. En dan kunnen we misschien een keer Unova spelen dat het er wel goed uitziet. Mm-hmm. Dat zou leuk zijn. Mm-hmm. Ja. Ik heb mezelf het echt heel moeilijk gemaakt. Hoezo? Nou, ik startte met Hippowdon. Alleen die heeft Sandstream, dus dan is ze Sandstorm. Maar daardoor krijg ik elke keer een extra hit. Oeh. Ja, nee, dat is niet chill. Deze gozer, man. Ik haat LGM. Waarom haat je nou weer LGM? Omdat het een Gen 5 Pokémon is? Nee, omdat ik hem niet kan verslaan. Ah. Oh, Swords Dance. Oeps. En ik had ooit Silverwind op een vol Corona, maar niet meer. Mega Punch is toch een goede aanval? Toch, zit ze best een goede aanval. Ja, maar die heb ik niet. Nee, maar ik wel. Oh, ik leef op 1 HP. Ik ben wel sneller dan die Crawdaunt. Ik moet hem nu gewoon killen. Ik hoop het voor je. Oké, ik ga hem gewoon pursuiten. Ik ga zo mijn pursuits eruit pleuren. Mijn PP bedoel ik. Zoet op. Dat is
Rock. Als ik nu Blastoise had, had ik gewoon Bite gehad in plaats van Pursuit. Rip. Volgens mij is Bite veel beter. Trouwens, we kunnen nu praten... Ja... Waar wil je over praten, Sanne? We kunnen praten over mijn... hoe heet het? Over mijn 3x3 gaming. Dat klopt, ja. Daar kunnen we alleen over praten. Alleen ik bedacht me toen, wacht, voor de kijkers is dat echt 3 jaar geleden. Nee, is dat echt 2 weken geleden waarschijnlijk dat die video online kwam. Langer nog. Yep. Dus maar je mag er best over praten. Meer, maar... Hey, nou, ik heb hem dus... Sanne, voordat je daarover begint, hè. Het probleem dat ik heb dus ook proberen te maken, maar ik ben tot 7 games gekomen en meer franchises speel ik niet. Okay. Ik heb heel veel lievelingsgames, maar allemaal van dezelfde franchise als die ik al gebruikt heb. Oké. Okay. Ja, nou ja, dan zou ik zeggen... Probeer dat al die 7 franchises erin komen... En doe dan gewoon een beetje YOLO. Ja. Wat je favoriete games zijn. Dat zou ik doen. Oeh, deze witch is toch volgens mij ook fairy. Alleen, dat is ook een beetje... Als ik die 3x3 had gemaakt... Dan waren er waarschijnlijk 3 Assassin's Creed, 3 Pokémon... Ja. En... 3 Mario games. Nou, dat denk ik wel, ja. Nu weet ik niet meer wie eruit komt. Nee, maar ja, dus vandaar dat ik het een beetje per franchise wilde. Ja. Maar heb je ook niet old school games dat je denkt van, nou, dat is een compleet andere franchise, maar wel... Nee, niet echt. Goeie. Zoals ik dat had met Rollercoaster, nou ja, die zat er dan niet in, maar... Daar zou ik wel over te twijfelen om die erin. Ja, ik heb wel bijvoorbeeld iets in mijn hoofd, alleen dan denk ik van, ja, maar hoor dat er dan bij, want... Is het echt een lief... Ja. Het lastig. Het is ook lastig. Het is ook lastig. Ik moet zeggen, over die derde zat ik ook flink na te denken. Maar vooral ook omdat ik 3 andere had. Zeg maar, ik had daar 3 keuzes. Ik kon of Heavy Rain doen. Of Rollercoaster Tycoon 3. Of Dicey Dungeons. Maar ik dacht, Dicey Dungeons... voelt niet op hetzelfde level als Rollercoaster Tycoon 3. Dus daardoor kon ik die eigenlijk al elimineren. Ja. En Rollercoaster Tycoon 3 heb ik in mijn jeugd wel heel veel gespeeld. Vind ik ook hele leuke games. Maar... Ja. En nu... Heb ik altijd... Als ik dat dan eventjes speel, dan heb ik het al redelijk snel gezien. Ja. Zo. En vroeger niet. Maar daarom zou ik zo'n story game... Gun ik het dan meer. Dat ik die ook heel interessant vind. By the way, ik heb Olivia verslagen. Ah, oké, nice. Ik denk dat ik met de laatste bezig ben. Ja, ik ben met de laatste bezig. Oeh, dat kan best wel wat damage. Eens even kijken. Oh, hoe staat het met PP? Nou, PP heb ik eigenlijk helemaal niet gedaan. Best wel goed. Alleen Pursuit dan. Voor corona heeft letterlijk al zijn PP nog. Oef. En tuinslang ook. Tuinslang? Ja. Ik heb nog niet echt gehad dat een flying type gunstig was. Dus waarschijnlijk vandaar. Oh. Ik moet heel even healen voordat ik aan de volgende ga beginnen. Dat mag. Gengar's leeft dus nog op 1 HP. Hè. Ik heb zoveel geluk gehad. Ja, dat is wel... dat scheelt toch wel weer. Heb ik iets van een ether of zo? Of elixir is voor PP, toch? Ja. Elixir. En ether ook. Ja, ether ook. Maar ik heb... Porygon Season Zap Cannons... aangevuld. Oh, hier heb je die... die spook mevrouw. Spook mevrouw. Yeah. Oh, jij bent al naar de volgende. Ik zit te wachten. It's Arola. Oh ja, ik ben net de kamer ingelopen. Oh, oké. Okay. Valt mee. It's Arola. Ik ga met de battles toch wel inhalen omdat ik een beter team heb. Yup. Zodat ik straks tegen een ultra goede mega Latias ultra Necrozma of zo. Ultra Necrozma, ja.
wilde net zien. Over het algemeen heb ik nog redelijk geluk gehad met mijn tegenstanders, hoor. Dus ik hoop de Mega Venusaur na ook wel. Ja. Ondanks dat dat niet eens hetgene was wat me voor corona killde. Nee. Dat was een Alola Graveler. Of zoals Milan zou zeggen, Graveler. Nee, dat zou ik zeggen. Bitch. Of zoals Milan zou hopen dat ik het zou zeggen, had ik moeten zeggen. Dat klinkt wel wat... Hey, weet je nog, ik zei ik heb geluk gehad. Ja. Ik moet meteen tegen een Deoxys. Oef. Wat, welke Deoxys trouwens? Speed? The Fans. Oeh, dat is nog de kutste ook. Als er nou Speed was, die is, niet zo, die is best wel frail. Maar The Fans is, nog, is echt het kutst. Alleen die hit misschien wat meer. En ik heb alleen Pursuit als Dark-type. Want ja, Silverwind mag ik niet gebruiken, want die is dood. Die Pokémon die die had. Oh, die bitch gebruikte gewoon een potion. Wat een bitch. En Habit. Oef. Ik ben bang. Dat snap ik. Iron Defense, gozer, je bent al defense vorm. Doe even wel, normaal. Hij heeft wel 3 keer Tailwind gesetupt. Volgens mij is dat niet goed. Nope. Ik weet niet zo goed meer wat het doet, maar volgens mij is het niet goed. Yo, ik doe echt letterlijk 2 damage op deze gozer. 2 damage? 2 hele wel hoor, maar... Met een... Hoe heet het? Super Effective Pursuit. Oh, Leaf Storm is veel beter. Dat doet gewoon de helft. Wil? Had ik niet verwacht. Ja, Leaf Storm is natuurlijk heeft super veel power. Ik ga Leaf Blade. Oh, Full Restore, of course. Waarom ben ik zo dom? Nou, goeie vraag. Wel. Dat zal ik jou eens even vertellen. Zal ik jou eens even wat vertellen? Volgens mij was die Leaf Storm een crit. Mijn Ferrothorn is echt nice. Die heeft Iron Barbs. Dus elke keer als ik gehit word, dan is het feest. Ja. Dat scheelt weer. Voor jou. Dat klopt, ja. Het is ook niet eens tap, dus ik denk dat dit echt helemaal niks doet. Nee. Ik zag hem niet eens bewegen. Victory Bell is ook een dood. Ja, dit is kut. Je kan het, Sander. Ik geloof in je. Nou, dat moet ik nog zien. Salandit. Dat had een leuke Pokémon voor jou geweest. Ja, zeker. Ik heb een heel goede stab move nodig. Hydro Pump of Blizzard? Het is allebei niet 100% accuracy, toch? Ja, dat weet ik, maar ik ga nu echt voor de damage, want okay. Ik doe echt bijna niks. Ik moet tegen je lievelings Pokémon zanden. Torquet? Nee, Skitty. God. Nee. Ik haat Skitty. Nee. Oh, weet je waar ik nu tegen moet? Nou? Ik moet tegen Slowking. Ik dacht tegen Slaking. Ik werd al helemaal bang. Oh. Ik werd echt fucking bang. Ja. Oh. Dat is niet best. Dat kan best wel eens fout aflopen, dit. Dit doet ook niks. Oh, wat fijn. Oh, wat sarcasme. Ja, dat had ik door, ja. Oké, ik ga zien move die bitch. Wajo, zei je nou bitch? Sorry. Allemaal mensen maar bitch noemen hier. Stu Signal Beam! Nee, ik noem mensen... Oregon Simon. Ik noem geen enkele mens bitch. Ik noem de Pokémon die Deoxys heet bitch. Hmm. Dat is nog steeds de eerste, of niet? Ja. Oh, ja, ik ben klaar nu met deze Alola.
Weet je nog dat je van tevoren zei, oh, ik haal je wel in? Nee. Ik zal netjes op je wachten, Sander. Bij mij kunnen ze een mooie Mega Aerodactyl zien. En die Oxus is neer. Die zijn heel mooi, ja. Nice, ik ben trots op je. Ik vind het nog steeds op een Mega Aerodactyl lijken. En mensen die zeggen dat het niet zo is. Oké. Okay. Oké. Oeh, zal ik Zeerkold aanleren? Nee, als last resort? Ja, misschien voor Slash. Ja, ik zou dat als last resort gewoon... Ik had Slash sowieso ook op mijn Sceptile, dus... Als je zoiets hebt van, oké, dit gaat nooit meer goed komen, gooi je gewoon een Zeerkoldje voor de zekerheid. Een Dwebble. Wat is super effective tegen een Dwebble? Ik denk water of ijs. Nee, zeker geen water. Oh jawel, is rock natuurlijk. Ja, wel water, sorry. Hij is bug water. Ga ik voor. Octopussy. Favoriete pussy. Nou, dat is niet waar. Octopussy? Je favoriete pussy. Miauw. Oh, dit is niet eens die met die... Met die grote ding op zijn... Op zijn ding. Oh nee, dat is duidelijk. Dit is die kleine. Dit is die schattige. Ja, Dwebble. Ja. Niet Crustle. Ja, ik dacht dat die was. Maar dat was hem. De lasagne. Ja, lasagne crab. Die vind ik... Zeg maar, Dwebble vind ik nogal cute. Crustle, nee. Ja, dat komt omdat die vier echt een kubus is, zeg maar. Als hij gewoon een mooier shell had, dan was het gewoon een leuke Pokémon geweest. Ja, misschien weegt dat ook wel mee. Ja. Maar nee, ja, ik weet niet. Ik vind Crustle mooi. Op een schaal van 1 tot moi, vind ik hem moi. Oké, dat is best moi. Ja. Oké, Big Melazzola. Heel al status. Ja. Dan kan ik wel Paras... Paralyze. Dat kan ik healen. Maar je kan ook gewoon attacken. In de hoop dat Bulbasaur doodgaat. Nee! Shit, ik ben paralyzed. No. Die kan je nu healen. Nee. Ik weiger. Nee. Oh. Sunny Day. Oh, Sunny Day. Oh, dat is kut. Al mijn watertypes. Dat is best warm zelfs. Ja. Warme kut. Warme ochtend. Wof. Nee, moet ik nu tegen een Charizard? Ja, maar die Charizard, die doe jij gewoon eventjes twee vingers in nee, de neus. Nee, want er is drought. Ik bedoel, Sunny Day. Oeh, dat is pittig. Dan doe je een Rock Slide op hem. Heb ik niet. Oh. Ik heb geen Rock Type Attack. Oeh. Even het linkje van dat vrienden Michelle. Ik kan wel Fang doen. Oh nee, dat is neutral. Never mind. Aqua Tail dan maar. Maar hij doet echt niks hoor. Let maar op. Volgens mij zijn we best wel overleveld trouwens. Wel nee. Want die Charizard is level 56. Ja, maar er zit ook Pokémon level 58 bij hè. En ik weet niet of je het hebt gezien, maar ik ben alleen zo ver gekomen dat ik allemaal tegen first evo's moest bijna. Maar ik begon natuurlijk die eerste al waar ik meteen een Pokémon bij kwijtraakte. Toen dacht ik, fair enough. Ja, dus we kunnen maar beter het zeker voor het onzeker. Ik bedenk me net. Dit zijn fire type attacks zijn natuurlijk ook nog versterkt. Ja, dat is wel het idee van zijn idee, zeg maar. Ja, maar dat was ik even vergeten. Ik dacht alleen maar aan mijn Water-type moves. Maar gelukkig had ik een Gyarados die daar gewoon tegen kon. Dus dat was heel chill. Oh, nu is Charizard dood. Gaat de zon weg. Ze zeggen wel eens voor niks komt de zon op. Nou, voor Charizard gaat hij naar beneden. Huts. Maar gelukkig heb ik een Darmanitan, dus dan komt nog... gunstig uit dat hij, dood is. Wow. Dat de zon weg is, bedoel ik.
Zon kan niet dood. Het is geen levend wezen. Yo, Acerosola. Je bent dood. Acerosola? Is die nieuw? Ja. Ja. Nice. Ik heb hem vermoord. Heel ziek. Wow, 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 wow. Ja, no, ik weet het. Vet, hè. Yo, ik kan eventueel de flying Winona doen. Winona is van Gen 3, trouwens. Hoe heet deze bitch dan? Oh ja, dit is echt zo'n... Dit is echt zo'n karakter. Die heb je de hele game nergens gezien. En opeens is dat een Elite 4. Maar als ik eventjes terugdenk aan Diamond and Pearl. Alleen Flint heb je gezien. De rest heb je ook niet echt gezien. Dus... Dat is waar. Kahili heet ze. Kahili! Hili, hili, hili! Yo, dat had ik echt nooit geraden. Nee. Maar ik vind het wel leuk dat ze hier eigenlijk 3 van de 4 Elite 4 members, dat die ook echt in de game voorkomen. Ja. Lugia, kijk, het begint al. Reshiram! Oh mijn god. Gelukkig heb ik tuinslang. Ik heb hem niet geheeld, maar dat maakt niet uit. Ik kan een roll-out, maar dan zit ik wel vast in roll-out. Eviat, oké. Okay. Ik kan denk ik best Shining gebruiken en dan zo'n special round. Special round. Fuck. Je kan het, Sander. Alles verkeerd. Aan het eind van de serie lukt het je. Ja. Oh, Rain Dance. Oeh. Dikke setup. Yo, weet je wat er trouwens in Journeys gebeurt? Nou. Ash. Zijn Dragonite. Spoiler alert. Ash fucking Dragonite. Vecht tegen Iris, zijn Dragonite. Oh, what the fuck? Maar Dawn, May, Misty en Brock zijn nog nergens te vinden. Terwijl ze vaker in Kanto zijn geweest dan dat ze ook maar ooit in Unova zijn geweest. Maar oké, dit was wel ook... Iris had Ash een bericht gestuurd van... Hey, ik wil een battle tegen je, gozer. Oké. Okay. Dus op zich is het wel logisch, maar alsnog... Ik vind het wel kut. Ik wil gewoon de leuke mensen zien in plaats van Iris. Wow, wat een haat naar Iris. Vond je haar leuk? Nou, ik voel haar beter dan Bonnie en Clement. Oké, okay, fair enough. Nee, maar voordat X en I was... Vond ik Iris het kutst. Oké. Ik had niet zoveel tegen Iris. Jawel, ze is echt irritant. Oh, trouwens. Nee, doe ik net alsof jij er wel iets tegen hebt. Nee, ik had er wel wat tegen. Bedoel ik. Ik weet niet meer welke Pokémon er komt. Dat is echt kut. Sylveon. Uh-oh. Had ik het goed? Nee, het is... Oh ja, het was een Oris. Ik vecht wel tegen Sylveon. Oh? Die kunnen best pittig zijn. Nou, dat is hij ook, want hij leeft steeds op 10 HP. En dan doet Winona zo van... Hey, ja, veel restore op die bitch. En dan denk ik, niet mijn PP. Maar ja. Wat kan... Hij is nu dood. Paint het, eigenlijk. Nee, hij is gewoon dood. Weet je nog wat ze zeiden over die Necrozma? Yeah. I'm gonna fight one. Ook een ultra? Dat weet ik nog niet. Hij komt nu uit. Een Moon Necrozma. Oh, oké. Oef. Maar ik heb mijn Z-move nog. Dus dan doe ik zo'n Devastating Drake. Ik heb niet eens gedacht aan Z-moves. Ik wel. Ja. Kunnen we weer van mijn Mega Aerodactyl genieten? Ik vind het er nog steeds op lijken. Ja, ik weet niet wie je bedoelt met Mega Aerodactyl. Oh ja, die Z-move. Ja.
die Z-move lijkt echt heel erg op een Mega Aerodactyl. Oh, deze roze gaat helemaal competitive en shit. Hij doet zo'n stealth Rocky. Oh, spannend. Dat is wel kut als het de eerste Pokémon is waar je tegen moet. Is dat Crossmacross? Oh, het is een water-Pokémon, dat wist ik niet meer. Oh, hij doet echt gewoon geen damage, laat maar. Marini, dat is echt zo'n Pokémon waar ik nooit aan zou denken. Ik wou zeggen, weet je wat een Pokémon is waar ik nooit aan denk? En dan wou ik een Pokémon opnoemen, maar dat denk ik dus nu wel aan. Dus dat klopt niet helemaal. Maar ik wou zeggen... Tuurlijk, die bitch heeft weer innards out, jongen. Het is dat ik niet dood ben, anders had ik weer echt gescholden. Net als die paar afleveringen geleden. Ja, snap ik. De intro momentjes zijn echt goud van de afgelopen twee... Van de afgelopen twee afleveringen. Ja. Kleffa. Wat? Oh ja, de stones. Niet de stones. Ja, de stealth rockstones. Ja, dat was ik ook alweer direct weer vergeten. Dat was handig. Dus ik deed mijn ijsbeer in en ik denk, wat? Hoezo de fuck kan die ineens op 2 AP zijn? Oké, 32, maar bijna hetzelfde. Och, ik ben geconfused. Niet jezelf hitten. Wauw, ik hit mezelf een confusion. Leuk spel. Bloom is neer. Nog één Pokémon. Oh, ik krijg heal. Ik krijg healings. Ik heb hem verslagen. Chill. Ik mag zo meteen naar de champion. Ik niet. Ik mag naar de champion, Sander. Ik ben blij. Ik ben ook blij voor jou. Jij mag ook zo is naar de champion. Is Klawitzer ice? Klawitzer. Die is dat ook. Oh, nee. Het is niet ice. Het is water. Kan die een ice type move? Dat moet je echt niet aan mij vragen. Ik wil niet mijn kerstboom verliezen namelijk. Nee, dat durf ik echt niet te zeggen, Sander. Oké, dan ga ik voor Leaf Blade. Play it safe. Aangezien Leaf Storm heeft een lagere accuracy. Mm-hmm. Yes, het killt in één keer trouwens. Nice. Dat betekent dat jij ook klaar bent met je battle. Dat betekent dat inderdaad. En weet je wat we dan kunnen doen? Zo'n champion opzoeken. De laatste champion. Zeg zo van, hey champion. Hoe is hij? Dus, dat gaan we doen. Ja, dat gaan we zeker doen. Kijk, die stoel is voor mij. Maar dan moet ik opeens nog vechten. Oh, jij bent al bij die stoel. Ik ben al helemaal niet bij die stoel. Dan wordt er zo nog tegen me gezegd van... Ja, maar die stoel is helemaal niet voor jou. Wat? Naaierij is het. Ja. Ik moet nog tegen Kukui. Ik ga iedereen super potionen. Voor de last battle. Slim. Ja, je moet tegen Hou. Ik dacht dat je tegen het Kukui moest, maar je moet tegen Hou. Serieus? Mhm. Sinds wanneer? Dat is volgens mij gewoon Sun and Moon ook, hoor. Echt? Ik kan geen... Ja. Alleen het vette aan deze Elite 4 is, als je die opnieuw doet, kan je elke keer andere challengers krijgen. Ja, maar ik dacht dat Kukui een gewoon Sun and Moon was. Ik dacht ook Hou, hoor. Maar het zou best kunnen... Oh, hij heeft de Xerneas. We beginnen nou alweer. Ja, misschien dat ik het fout heb doordat ik een paar keer opnieuw heb gedaan. Yo, Kukui komt eraan. Dat klopt, ja. Oh, die zegt van, yo, je bent nog geen champion, gozer. Oh, wat een lafaard. Gaat hij terugroepen. Naar zijn Mega Charizard. Wat een anus. Ja. Ik heb geen Pokémon meer met een rockaanval. Ik vind dat trouwens wel echt vet dat je in deze game de dingen opnieuw kan bevechten. En dat je dan een x aantal Pokémon trainers tegenkomt. C-move van Mega Charizard. Inferno Overdrive. Kom op, Porygon Simon, je kan het. Ik geloof in je Porygon, Simon. Nee, one hit KO.
Wormadam is frozen. Heel ziek. Oké, Wormadam. Neer, nog 5 te gaan. Ik hoop dat... Oh, oh ja, dat was ik vergeten. Die Mega Charizard heeft Truant. Dat was ik even vergeten. Jij zei Mega Charizard. Ik denk, oh, je bent vergeten dat hij die Mega Charizard had. Nee, maar, nee. Dat was ik niet vergeten. Yo, Hou is echt een loser bij mij. Hij heeft een Wormadam en een Nummel tot nu toe. En een Cresselia, ja, ik neem het terug. Ik wou wel zeggen, doe nou niet. Oh, ik wou zo dat mijn Sceptile gewoon een Bug-type move kon. Een X-Scissor of zo. Mm-hmm. Snap ik. Ik zit nu steeds met de Psychic-types. Oké, okay, fuck it. We gaan gewoon voor Leaf Storm. Kijken. Flash. Rain Dance. Oké. Dan doe ik ook Slash. Oh, nee, hij heeft Moonlight. Ah, Voeren Storm, wat een lul. Wat een lul. Ik was bijna dood met kerstboom. Maar gelukkig niet helemaal. Door fucking Future Sight, gast. Niet chill. Aurora Beam. Oh, dat deed echt niks. Oké. Chill. Earth Power. Kijk hoeveel dat doet. Niks. Oké. Oeh, dat heeft wel damage. Ik kill hem wel nu, dus dat is wel mooi. Oké, Wartortle is ook dood. Als je move, zeg maar, je in dit geval Dragon-type move, geen PP meer hebt, kan ik dan nog de Z-move doen? Nee, volgens mij niet. Dan moet ik nu de Z-move doen, maar dat vind ik risky. Of ik moet Hydro pumpen. Dat is ook stab. En ook een goede aanval. Yes! Cresselia is neer. Oké. Oké. Future Sight. Oké, valt mee. Mr. Mime. Oeh, ik moet nu tegen een Tropius met Speed Boost. Oh, wacht. Welke aanval kon ik nog meer doen die super effecten was? Oh, Mime Junior. Oh. Kan ik nog een andere aanval die wel stabbed is? Dat zou echt dom zijn. Weet ik niet. Oké. Oh, Rollout. Nee, die gaan we niet doen. Ik dacht dat ik tegen Mr. Mime moest, maar ik moest tegen Mime Junior. Ah, die Tropius heeft ook nog een Synthesis. Mime Junior is wel even wat anders, ja. Jij moet tegen Tropius? Ja, ik ga toch voor de Rollout. Oké, interessante keuze. Ah, mis ik ook nog. Is niet te geloven. Ah, Synthesis is echt een kut aanval. Want je krijgt superveel geheeld. Echt heel veel. En er is gewoon geen... hij hoeft daar niks voor te betalen, zeg maar. Snap je? Ja, net zoals Moonblast. Ja. Moonlight is het. Moonlight, ja. Maar ik weet niet of die ook veel... healed, Moonlight. Tuurlijk, hij is ook Bug. Fucking hell. Waarom vergeet ik dat? Ook. Tegen wie vecht je? Araquanid of zo. Ik denk Water-type. Hé, hey, daar heb ik een Grass-type voor me. Hij doet weer Synthesis. Ik word zo moe van deze Pokémon. Oh, het werkt. Ik deed Circled. Echt? Nice. ik heb niks tegen die Araquanid wat super effective is. Dus ik denk, weet je wat? Ik ga voor de grap gewoon
Sheer Cold. Deze Tropius leek een beetje op Jordi, je Ultimate Staler. Ah. Dat kan Jordi ook heel goed stalen. Ja. Een Fullaby is dat is gewoon Flying Dark, toch? Ja, Flying Dark. Dan ga ik Ice vangen. Ga ik de laatste move met Tuinslang doen? Dat weet ik niet. Wie heb ik het langst in mijn team? IJsbeer, denk ik. Ik denk dat ik IJsbeer het langst in mijn team heb, omdat de rest er later bij kwam. Omdat oude teammates dood gingen. Maar dat doet er niet toe. Ik had echt zoveel beter team kunnen hebben. Ik had die Torterra kunnen hebben. Ik had Blastoise kunnen hebben. Ja, maar Sander, Torterra is niet per se beter dan Sceptile. Blastoise is ook niet per se beter dan hoe heet het, Palkia of Gyarados. Nee, niet dan Palkia, maar wel dan Tentacruel. Oh. Ja, wel dan Tentacruel, ja. Wel dan Tentacruel. En ik had ook echt een goede poison type, volgens mij. Ik weet alleen niet meer welke. Ik ook niet. Arbok? Ik had wel... Je had een Arbok. Ja, maar dat was pas later, toen ik wel moest, omdat ik, ja, nou ja, niks had. Ja. Wat had ik nog meer? Even kijken, oh ja, ik had de Pharaoh Seed. Dat was echt jammer. Ja, ik dat had is de Armaldo en de Venomoth. Ja. Venomoth was ook wel goed geweest. Als poison type. Jawel, en Buck heb je dan ook nog. Stab Buck. Ja. Nou, die had ik nu ook met vol corona, maar ja, die is oh, ja. Dood. Oké, ik ben bij de laatste Pokémon aangekomen. Xerneas, oh ja, dat was ik zo. Oh ja, en Executor had ik natuurlijk. Alola, dan had ik Dragon. Oh, ik zit nog in de rollout. Had ik Lantern in deze Let's Play ook? Of was het alleen vorige? Ik zei Nee, had je niet in deze Let's Play volgens mij. Hé, ik heb Hou verslagen. Ik ben champion geworden. Same, ik ben ook champion. Nice. Het is ons gelukt, wie had dat verwacht? Zeker niet naar de eerste Pokémon die meteen doodging. Eerlijk? Ik heb bij jou nog wel zoiets van, oh, ik hoop zo dat je het haalt, maar het wordt wel spannend. Ja, bij jou had ik wel verwacht dat je het zou halen. Ja, bij jou had nou ik ja, wel verwacht. Ik had een beetje hetzelfde. Ja. Gaan we nog even de devbox bij langs? Voor de pijn? Dat kan, als de credits niet te lang duren, want de aflevering duurt al ruim 3 kwartier. Oh, oké. Okay. In ieder geval was het een leuke serie om te doen. Ook al heb ik op een gegeven moment wel... Ik heb wel een paar keer me geïrriteerd aan de game. Gewoon omdat er heel veel Pokémon dood gingen. Verder, ja. Het was wel gewoon leuk. Wat vond jij ervan? Ik vond het hartstikke leuk om te doen. Maar ik was op een gegeven moment ook wel klaar mee. Ja. En omdat het zoveel gepraat is. Ja, het is veel gepraat. Veel gehouden hoor, ja. Dat is een beetje jammer. Congratulations, you are the Alola's first ever champion. Jij bent daar? Ja. Pas, wou ik zeggen, maar dat is niet zo netjes. Wat, dat al die Pokémon's om je heen dansen? Ja, want daarna komt nog een hele credit scene. Namelijk. Oh ja, heb jij speed button of zo? Ja, ik heb nu speedbutton aangezet. Oh ja, nee, ik weet niet onder welke credit. Die was Citra. Ik heb bij Citra weet ik niet wat mijn speedbutton is. Maar we kunnen inderdaad wel even de deathbox langs gaan als je wil. Ja, je kunt sowieso dit eruit knippen dan eventueel. Ja, maar dat zal waarschijnlijk niet gebeuren. Oh, hij is vastgelopen. Oh nee, niet. Dat zou wat zijn. Hij is wel een soort van vastgelopen. Ja, snelheid 0.
Ik weet niet of gelukkig, die saved. Gelukkig was het de einde van deze serie. Ja. Ik denk dat we het hier maar gewoon bij laten. Bedankt voor het kijken van deze serie. Sander, bedankt dat je weer mee wou doen. Onze volgende serie wordt echt, echt heel vet. Ik heb er echt heel veel zin in. En ik hoop dat we die gaan doen als ik een normale stem heb. Ja, ook al moet ik zeggen dat ik er bijna niks van heb gemerkt tijdens de opname van vandaag. Nou, dat scheelt. Ja. Ik hoop dat ik er niks van ga merken. Nee, precies. Dagen. Ja. Bedankt voor het kijken. Ik heb nog één ding te zeggen. Dat is adios, amigos.